Er worden regelmatig analyses gemaakt van de veiligheidssituatie in het land, zei minister Kenneth Amoksi gisteren in de Nationale Assemblée. Aan de hand van deze analyses en rekening houdende met de beschikbare middelen, mensen en mankracht, worden er veiligheidsplannen opgemaakt en uitgevoerd. De minister onderkent het belang van veiligheid. Voorzitter, thans zijn er twee trends waar te nemen, namelijk een vermindering van bepaalde vormen van criminaliteit, zoals eenvoudige diefstal, terwijl opmerkelijk is een toename van geweldsdelicten. Deze delicten plegen een ernstige inbreuk op het veiligheidsgevoel van burgers. Hierop zal ik later nader ingaan. Nu zal ik in het kort een algemeen beeld schetsen van de eerder genoemde dreigingen. Voorzitter, de verschijningsvormen van de criminaliteit brengen uiteenlopende dreigingen met zich mee. De bewindsman geeft aan dat de dreigingen kunnen worden ingedeeld op basis van hun aard, maar ook specifiek op basis van het gebied. De voornaamste dreigingen die in een landelijke context kunnen worden benoemd zijn de negatieve impact op het landelijk investeringsklimaat, de volksgezondheid en toerisme. Om deze redenen is een multidisciplinaire aanpak van het criminaliteitsvraagstuk essentieel. De strafbare feiten die momenteel in het oog springen zijn berovingen, overvallen en inbraken met geweld, waarbij meestal een vuurwapen aan te pas komt. Bij recente veiligheidsoperaties zijn een aantal vuurwapens en munities in beslag genomen. Voorzitter, in de grensgebieden hebben we te maken met het mislopen van staatsinkomsten vanwege grootschalige smokkelpraktijken en andere vormen van grensoverschrijdende misdaad, zoals drugssmokkel. Minister Amoksi zegt dat illegale praktijken een voedingsbodem vormen voor de harde criminaliteit, maar tegelijkertijd heeft het een negatieve impact op de nationale en regionale veiligheid. De illegaliteit in de grensgebieden zullen volgens de bewindsman nu worden geprioriteerd en aangepakt. Er zullen interventies komen te land en water in samenwerking met andere veiligheidsdiensten.